Helemaal welkom bij weer een nieuwe video. Zoals jullie het ook kunnen zien, weer een keer een Action Shop vlog. Er zit vooral veel fotolijsten tussen, dus vooral veel van hetzelfde. Dus ik ga daar gewoon één ding van laten zien. En dus vooral veel voor mijn kamer dus. En ik heb vast dingen voor de kerst gekocht. Ik hoor jullie denken, het is oktober. I know. I really don't know. Maar sommige dingen, die moest ik gewoon vast kopen. Want anders ben ik bang, ik ga in december namelijk echt nog wel een keer voor de vlogmas. Want ja, ik ga dit jaar weer vlogmas doen. Dan heb ik het nu vast verklapt. Maar ik wil dus voor de vlogmas sowieso een keer Sint-Kerst shoppen. Dus dat komt er nog aan. Maar ik heb al wel een beetje bedacht wat ik in december wil doen. Alleen dat komt later een keer in de video aan bod. Wat de brainstorm is, maar denk ik zeg het vast. Ik heb dus een tas met, ja, één tas met een beetje vooral fotolijsten en een heel klein beetje kerst. En dit is vooral kerst. Dus laten we daarmee beginnen, want ik denk dat dat voor jullie het meest interessant is. Oké, laten we... Ik heb twee tassen trouwens. Het waren echt freaking adorable. Dus ik moest ze hebben en ik had sowieso tassen nodig. Maar goed, dit is de eerste. En ik heb dus nu ook zo'n... Die staat hier achter mij, zo'n inpakpapier houder. Dus die ga ik hier straks gewoon bij doen. Maar ik heb dus allereerst deze gekocht. Ik had nog wel één soort kerstpapier. Of volgens mij twee. Maar ik dacht, ik... Ik wilde graag even een andere vast. Deze kosten. Dat is wel altijd lastig om te bekijken. Op die bon staat het zoveel op. 89 cent. Nou, dat is, valt best mee. Voor zo'n mooie inpakpapier. Dus die heb ik vast gekocht voor kerst. Ja, ik wou zeggen, ik ga nog meer vertellen over de kerst. Maar dat ga ik dus nog even niet doen. Dan laten we er maar gewoon gelijk de volgende doen. Deze is wat meer met papier. Vond ik ook leuk. En ik ga tegen de tijd echt nog wel één rol kopen. Want ik wil eigenlijk ook iets kleins voor Sinterklaas doen. Maar dat ja, ik weet nog niet zeker. Goed, deze dus. En deze was... Ja, er staan ook allemaal verschillende leuke tekentjes op. Deze was 99 cent. Oh, deze is duurder. Dat verbaast me. Ik had juist andersom verwacht. Goed, 10 cent verschil maakt op zich ook niet zo heel veel uit. En ik wilde dit keer wat meer adventkalenders doen. Ja, misschien dat ik toch nog een advent unboxing ga doen. Want ik heb er nu al 3. En ik ga er op Amazon nog een paar bestellen. Want dat vind ik gewoon leuk. Ik vind adventkalenders vind ik altijd het allerleukste wat er is. Dus aan heel december. Want ik kan lekker uitpakken. Ik zie dus al wel wat erin zit. Maar goed, deze was nu in de week actie voor €12,99. Dus die heb ik gewoon vast meegenomen. En ik hou van Disney, dus ik denk daar kan je niet fout mee gaan. Maar ik heb dus nu al een andere beauty advent planner van Action. Ik zat te twijfelen of ik die andere ook wilde kopen. Misschien dat ik in november nog een keer ga. Maar eigenlijk was het niet de bedoeling om pas in december weer te gaan. Maar ik ken mezelf, dat kan ik niet zo lang volhouden. Dus waarschijnlijk ga ik die andere toch nog kopen. Want ik heb nu de Wish... Star, geloof ik. Wish Upon a Star of zoiets. Wish iets met star in ieder geval. Die rode. En je hebt ook nog een blauwe. En je hebt deze dan. En je hebt ook nog bedbon van 12 dagen. Maar ik heb geen bad. Dus daar heb ik niet zoveel aan. Maar deze dus. €12,99 was die nu. In Maasbok was die €14,95 ongeveer. Die rode was nu ook in een week actie. Maar die had ik dus al. Dus die had ik niet meer nodig. En ik heb er dus één op Amazon besteld, ook een beauty. Ik wilde een beetje vergelijken van wat leuk is. Ik kan wel even snel kijken op Amazon wat ik nog meer wilde kopen. Maar nou, ik wilde sowieso nog een American Candy kopen. En ik wilde dus ook gewoon nog een basic chocolade adventkalender. Dus eigenlijk moet ik nog wel een keer in november gaan, want die hadden ze nu allemaal niet meer. Snap ik ook, want die zijn gewoon 99 cent. Dus die zijn sowieso wel wat sneller op. Misschien ga ik er nog één op mijn werk kopen als we weer adventkalenders doen. Want aanbod wordt echt veel minder dit jaar. En ik wilde nog een Stranger Things adventkalender kopen. Ik wilde eigenlijk ook een Harry Potter kopen, maar ja, die was er al bijna niet meer. En de recensies waren daar niet zo heel top van, dus dat denk ik, ja. En die van Stranger Things namelijk wel, dus die ga ik dan doen. Waarschijnlijk, voor de rest weet ik het echt nog niet. Misschien dat ik op Amazon nog iets van beauty of zo bestel. Ik wilde ook nog een met edelstenen, dat lijkt me ook leuk, want die heb je ook op Amazon. Maar deze stickers heb ik dus nu ook. Dat zijn van die bubbelstickers. En dan heb je hier zo van die glitters aan de binnenkant. Van die sterretjes glitters. Ik ga denken dat ik die of op de cadeautjes ga plakken die ik ga geven. Of in de kerstkaarten ga doen of zo. Of ik ga ze in mijn bullet journal gebruiken. Een van de drie wordt het. Even kijken wat deze kost hoor.
Ik weet het niet meer. Waar staat hij nou? Wat is dat lastig zien als je ergens naar op zoek bent, hè? Bubbelfoam, ja, dat zijn deze 84 cent. Valt op zich mee voor stickers. Nou ja, op zich, ja. Ik krijg er gewoon 12 in zo'n pakje, dus op zich wel leuk. Dan heb ik voor waarschijnlijk een... Of ik ga dat in vlogmas doen, of ik ga er een aparte video over opnemen in december. Ik heb hier namelijk zo'n gingerbread house cook ding gekocht. Hij voelt alleen wel een beetje stuk, dus... Oké. Je moet alleen zelf dus nog dat er wel bij kopen, denk ik. Nou, ik dacht dat dus, maar ik weet het dus eigenlijk dat ik hem vast openmaken. Maar ja, want hier staat, breek een ei, meng het mengsel. Oh, ik denk dat dat ei is voor het glazuur. Want die koekjes, kijk, als ik het goed zeg, dan zit dit er allemaal in, toch? Dus die bovenkant, alleen moet je hier nog je mengsel maken voor de icing, denk ik. Ja, dat denk ik wel, want dat wordt denk ik de soort lijm of zo die je moet maken. Dus dat ga ik denk ik of een losse video van maken of in een vlog met doen. Maar dat was 7,99. Dus als we er nog zijn dat ik de volgende keer ga, neem ik ook een mee van mijn zusje. Kunnen we het misschien samen doen. En anders ja, met mijn moeder vindt ze vast ook leuk. Misschien koop ik er dan nog wel meerdere. Want we gaan dit jaar ook een soort ander cadeausysteem doen. Nou ja, tenminste, we gaan een extra cadeausysteem doen. We gaan namelijk met wichtelmannetjes aan de gang. Dus dan geef je elkaar vanaf november al cadeautjes. Dus ik ben very benieuwd. Dan heb ik vast een klein fotolijstje. Ik ga daar denk ik mijn kleine plaatjes in doen die ik heb. En dan mijn plakband er zo in plakken. En dan kan ik die zo... Ja, ik kan hem ophangen. Ik ga er denk ik gewoon ophangen, want je kan hem ook neerzetten. Maar goed, ga nou maar eens achter zien te komen welke dit zou zijn. Zou dit die van 99 cent zijn? Ik weet het echt niet. Ik denk het wel, maar ik had ook nog een andere van 87 cent. Waar staat die dan? Oh ja, hier. Zie je wel? Ja, deze is inderdaad 99 cent als ik het goed heb. Dus dat valt op zich ook nog wel mee. Ik zei al tegen mijn zusje, ik heb bijna alle fotolijstjes die ze hadden gekocht. Dus, oké, dan heb ik ook gewoon kerstkaarten gekocht. Ja, ik weet niet of ik tevreden ben over deze eigenlijk. Ik heb gewoon de eerste leukste setje die ik vond gepakt. Want deze had ik volgens mij vorig jaar ook al. Maar goed, ik ga ook een paar collega's van mij een kerstkaart geven. Ik ga er even denken. Ik ga er sowieso altijd één naar mijn opa en oma sturen. Ook gewoon die bij mij echt bijna zo goed als om de hoek. Vind ik gewoon leuk. En ik ga er één naar mijn oom en tante sturen. Ik ga er een andere oom sturen. En ja, misschien ga ik die andere oom ook nog even, maar die kan niet lezen. Dus ik weet niet of hij daar kan wel mijn naam. Want namen kan hij wel lezen. Dus misschien dat ik gewoon mijn naam erin zet. Vindt hij misschien ook wel leuk. En mijn andere oom en tante die in Amsterdam wonen, kan ik ook nog wel een kaart geven. Maar goed, dan heb ik er ja, 5 ongeveer weggegeven met de post. En dan ga ik er denk ik nog 5. Ik ga ze zo aan een paar collega's geven. Sowieso aan 2 collega's waar ik heel goed mee ben. Misschien nog, ja, zo, ik heb er 2 of 3 waar ik heel goed mee ben. En de rest moet ik maar even kijken. En anders koop ik nog een setje bij, want eigenlijk wil ik alle collega's waar ik goed mee ben ook eentje geven. En dat zijn er best wel wat. Ja, met 3 ben ik echt heel goed. En met die andere ben ik ook wel... Ja, ik kan met bijna alle collega's wel opschieten, maar ik ga niet elke collega een kerstkaart geven, want dat ga ik gewoon echt niet doen. Dan heb ik er echt iets van 30 nodig of zo. Dat ga ik echt niet geven. Oké, dit is wel een beetje vreemd. Goed, ik heb dus al meer van dit soort setjes. En ik weet dus niet zeker of ik deze al had. Geloof van niet, want ik heb er dus al 2. Maar deze kosten voor... Hoeveel krijg je er hierin? Staat er niet eens op. Ik weet niet, maar in ieder geval een paar. Even kijken. 69 cent. Dat kost echt geen drol. En dit kan ik ook voor mijn kerstkaart gebruiken. Of voor dus... Bullet journal. Dan heb ik hier nog stempels. Ik dacht dat hier ook
inkt bij zou zitten. Maar dat is niet zo. Maar goed, geef niet. Ik heb zelf ook nog wel een paar inkt dingetjes. Maar goed, heel leuk dus voor op de kaart. Kaartjes of cadeau. Nou ja, cadeaus kan ik niet echt leuk stempelen. Maar wel voor leuk op de kaartjes. En voor de Lapuna Journal uiteraard. En deze waren €1,39. En dan krijg je 12 van die stempels. Je krijgt wel een paar van dezelfde figuurtjes. Alleen dan steeds in een ander jasje, zeg maar. Eentje met de kerstboom. En dan zit er één op de slee. En dan heb je cadeautjes vast. Dus dat is wel echt leuk. Je krijgt vier sneeuwpopjes. Denk ik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ik weet niet wat dit is. Een ijsbeer. 6 ijsberen zelfs. En dan, ja, en dan één setje. Eén van de pinguïns. Nou, dat is hartstikke leuk voor 1,39, dacht ik. Dan heb ik ook vast. Mijn zus zei, ga je die echt aansteken of ga je die alleen maar voor de sier neerzetten? Nou, ik ga ze. Het idee is om ze aan te steken. Alleen ik moet wel even bedenken wat veilig is. Niet dat ik mijn hele huis afbrand, zeg maar. Met die kaarsjes. Maar goed, ze waren schattig, oké? Okay? Ik moest ze hebben. Het heeft glitter. En dat vond ik helemaal leuk voor de kerst. Zoals je al weet, want dit is natuurlijk voor de kerst. Ik ga ze nu even. Ik heb een hele kerstbox gemaakt. En ik moet dus wel een nieuwe kerstboom hebben. Want anders heb ik er in december. Ja, ik heb dus nog kerstballen. Maar ik heb geen kerstboom. Want die heb ik laatst weggedaan. Want die was echt. Die heb ik gebruikt al 3 jaar. Dat is zo'n lelijk ding. Maar goed, deze dus. En deze kosten. Even kijken. €2,49. Maar op zich is dat best te doen. Ik dacht, misschien hebben ze een geur. Dat hebben ze niet, maar dat geeft niet. Ik heb nu meer theelichthouders, maar dan gewoon van de IKEA. Die heb ik nog niet aangezet, omdat die in mijn boekenkast staan. En ik denk niet dat het een goed idee is om mijn boekenkast kaarsen aan te zetten. Of ik moet iets verder naar voren zetten. Maar ja, als die vlam al iets te groot wordt, ben ik bang dat mijn boeken ineens gaan staan. En mijn boeken zijn wel mijn kindjes, dus oké. Dan heb ik hier nog van die van die glittertheelichtjes. Die kan ik dus leuk in die setjes doen die ik nu al heb. Ik heb nu gewoon van die witte geurloze lichtjes. Deze zijn ook geurloos als het goed is. Alhoewel, ja, op zich €0,99. Dan uit de laatste tas. Ik zal zo even de tas showen aan jullie. Make-up doekjes. Het assortiment aan make-up doekjes verandert iedere keer weer. Ik heb deze al een keer eerder gehad hoor. Dus dat is op zich best prima. Alleen het verandert iedere keer weer. Deze kosten volgens mij ook €0,69. Maar ik weet het niet zeker. Ja, €0,69. En dan wil ik even jullie de tas showen. Daar heb ik dus 2 van gekocht. Had ik er namelijk nog 1 van. En van deze print dus niet. Maar van de Action Shoppers op zich wel. Maar hoe cute is dit? Echt helemaal leuk. Dus ja. Oké, daar gaan we door naar de dingen waar ik eigenlijk voor ging. Ja, voor die adventkalender ging ik ook wel. Want die was in een weekactie. En voor dit ging ik eigenlijk ook. Maar ik had verwacht dat ze er nog wel meer hadden. Maar het enige die ik leuk kon vinden was van Jungle Cruise. Dat is Frank. Ik spaar dus Funko Pop, zoals jullie dat nog niet wisten. Maar deze kostte €3,99. Ze hadden nog 2 andere. Nee, ja, eigenlijk 3 andere, maar 2 van dezelfde programma. Maar die kijk ik niet, dus ik denk, ja, dan ga ik ook geen 3,99 geven als ik iets niet ken. Dus deze, heel schattig. Als je die bij Intertoys koopt of zo, kost het je al gauw 17, 18 euro. Oké, deze tas gaat sowieso vallen. Ja, dat dacht ik al. Hij gaat vallen. Oké, ik haal hem al even vast. Dan heb ik weer zo'n luchtje meegenomen. Hier heb ik al een van in gebruik. Maar ze waren eigenlijk in de week actie. Dus die nemen mee. €1,59. Prima. Ik film trouwens weer even een keer met mijn camera. Daar film ik eigenlijk altijd mee. Maar ik bedoel, met mijn telefoon. Dan kan ik hem sneller uploaden. Want ja. Oké, we gaan even die fotolijstje doen. Oké, ik heb dus 1 zwarte grote. Maar ja, meer zwarte. Maar dit is de enige zwarte grote die ik heb. Ik wilde eigenlijk allemaal zwarte, maar zoveel zwart hadden ze niet van deze, van dit formaat. Ik heb er een hard hoofd in dat daar allemaal posters zich passen. Sowieso die grootste niet, maar ja, die moet ik er dan maar afhalen.
Of nog wachten en dan weer twee grote. Maar fotolijsten nemen wel meer plek in beslag. Want ik heb ze nu gewoon met kleedgom opgehangen. Maar het ziet er niet zo mooi uit. Dus ik dacht, ik koop fotolijstjes. Oh, deze was dus. Ja. Ga hier maar eens uitzien te kopen welke dit is. €5,95 misschien. Is dat deze? Ik weet het niet. Ik heb hier maar één van. Dus het zal deze wel zijn. Oké. Waar ga ik het hier leggen zonder dat het valt? Dan heb ik 4 van die witte. Ik dacht even dat ik fout had gedaan. Ik dacht dat het er maar 3 waren. Maar het zijn er dus 4. 4 van diezelfde witte. Zo'n hele kind aan de voorkant. Maar gelukkig ga ik er wat anders in hangen. Maar deze waren... Ja, of 4,99 sowieso. Ja, deze waren 4,99 per stuk. Dus, maar mijn muur is wit. Dus eigenlijk wilde ik alleen maar zwarte. Maar ze hadden niet zoveel zwarte meer. Dus dan dacht ik, ja, zou ik er dan geen meenemen? Of... Maar eindstand heb ik er daar dus te veel van. Want ik heb maar 3 van dat formaat. Ja, 3 van dat formaat poster wat erin past. Ja, of ik moet randjes uit gaan knippen. En het figuur van die persoon erin plakken. Dan zou het kunnen. Maar... Dat wordt een open. Dan heb ik, even kijken, 4 van deze meegenomen. En deze waren per stuk €2,99. Dat is best een redelijke prijs. Ja, hier heb ik wel meer posters van die ik erin kan hangen. Dus dat is wel nice op zich. Dan heb ik nog één kleintje. En daar ga ik dus waarschijnlijk... ja, of ik ga daar mijn kleine plaatjes in doen. Nadat ik in die andere die ik net liet zien. Ik heb ook nog een heel klein ding van Turtle Zwaai. Dat die daar... Maar goed, ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. Ik zie het wel. Maar dat heb ik in ieder geval even genoeg. We hebben nog 3 dingen in de tas. Laten we beginnen met deze. De koekjes set. Ik ga weer kerst bakken. Uiteraard kerstkoekjes. Maar het komt allemaal in... Ja, vlogmas. Of dit gaat in vlogmas. Of die koekding gaat in vlogmas. Maar goed. Kerstkoekvormpjes dus. Deze waren 99 cent voor 5 ja, stuks. Het enige wat je nog moet doen is koekmix kopen en versiering. En dan kan je lekker gaan bakken. Dus ja. En ik ga ook wel weer een kerstchoco special maken. Dat heb ik vorige keer ook gemaakt. Vond ik echt leuk. Met slagroom en Smarties. Marshmallows dit keer gaan we niet doen. Dat vond ik niet lekker. Maar misschien van die zoveel balletjes erop, weet je wel. Dus dat gaan we nog wel een keer doen. En voor de rest ga ik... Ik zeg weer veel te veel. Ik ga wel dat eigenlijk nog een beetje rijmen houden. Maar ja. Oké, dan heb ik nog 2 washi tape setjes. Voor mijn bullet journal. Maar dat misschien ook. Ja, washi tape blijft alleen niet zo goed plakken. Dus dan dacht ik, anders kan ik er ook mee gebruik maken voor cadeau. Maar dat past er niet echt. Plakt niet echt mooi. En bij, ja, ik moet maar even kijken wat handig is. Maar ik heb dus een setje met deze. En ik heb een setje met deze. Ze hadden nog wel nog een 2 of 3 andere printjes. Maar goed, ik heb deze genomen. En deze waren €1,89 per stuk. Valt op zich nog mee, want je krijgt er gewoon 8 rolletjes in van 3 meter. Dus het is op zich echt wel een goede deal. Nou, en dan ben ik voorlopig denk ik wel even klaar met shoplogs. Ik denk het wel. Ja, dat denk ik wel. Misschien dat ik dus in november nog een keer naar de Action ga. Ik ken mezelf waarschijnlijk wel. Want ik wil toch nog eigenlijk die andere adventkalenders hebben. Ja, misschien dat ik ook nog... Ja, ik wil zoveel mogelijk adventkalenders sparen. Want misschien kan ik er dan toch nog één unboxen. Dat vind ik gewoon leuk. Heb ik een extra december video. Maar goed, dat zie ik tegen die tijd allemaal wel. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag bij de volgende. Doei!